Breda Nu. Je weet het meteen. Dit jaar vindt alweer voor de 22e keer de kerstmarkt in het Ginneke plaats. En zoals ieder jaar bruist het hier weer van de kerstsfeer en van de winterse sferen. En vandaag, op zondag, vindt ook weer de Santa Run plaats. En achter mij ziet u al dat het Ginneke marktje zoetjes aan rood kleurt van alle kerstmannetjes en kerstvrouwtjes. You better watch out. Heeft het er maar druk mee? Nou, gelukkig wel, want het is mooi als iedereen inschrijft hiervoor. En we hebben hier een speciaal clubje en we hebben 75 mensen die meedoen. En van het heleboel anderen die ook nog meedoen. Maar hoeveel in totaal? Dat weet ik niet precies nog, want dat zien we straks bij de start. Want er komen nog een heleboel aanmeldingen tijdens dat en van tevoren. Okay. Dus over een kwartier dan weten we dat. Ja. Gaat u zelf ook meelopen? Jazeker. Dankjewel. Je bent de eerste. Dankjewel. Had je getraind? Ja. Waarom heb je meegedaan? Vanuit Anker, vanuit de organisatie. Oké. Okay. Dus, kom even lekker bij. Gefeliciteerd. Geniet ervan. Dank je. Hoe oud ben jij? Ik ben 13. Je bent 13. Je hebt het goed gedaan. Je was de eerste van alle kinderen. Ja. Heb jij veel geoefend? Ja, ik deed al veel rennen, maar nu ging het ook best lekker. Okay. Goed weer dus. Okay, en waarom heb je meegedaan? Mijn moeder zit bij de Rotary en die vraagt me altijd mee en dan vind ik het altijd leuk om mee te doen. En voor het goede doel? Ja. Mogen we denk ik de check nu daadwerkelijk gaan overhandigen. Ja, je wilt natuurlijk meekijken. Maar ik wil echt werken een enorm applaus voor alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt. Want het is een geweldig bedrag wat we vandaag overhandigen. Wat ik namens u allemaal mag overhandigen. Alle Rotary verenigingen, alle mensen die van de Santa Claus Run een enorm succes hebben gemaakt. Maar liefst 8000 euro wordt overhandigd aan de Voedselbank Breda. Wow.